Een hele goede middag op deze woensdag. Het is 15 juli. Leuk dat je meekijkt naar een nieuwe weekvlog. Ik ben klaargemaakt. Ik heb een nieuwe bron getest. Ik weet nog niet helemaal wat ik ervan vind. Ik had hem heel goed uitgesmeerd, maar ik zie hier en daar toch wat plekjes. Het gaat lekker de laatste dagen met make-up. Nou, niet dus. Ik zei heel leuk tegen jullie gisteren. Ik heb de laatste Gossip Girl. Dacht ik. Blijkt. Het was de laatste aflevering van seizoen 5. Dus ik heb gewoon nog een heel seizoen. Vind ik helemaal niet erg hoor. Dat vind ik wel leuk. Want ik was toch wel een beetje van, oh, wat moet ik nu gaan kijken? Want ik was zo gewend aan Gossip Girl. Maar ik heb gewoon nog een seizoen 6. Dus ik weet niet hoe ik erbij kom dat ik al bij het laatste van seizoen 6 zou zijn. Ik wist het echt niet. Ik dacht echt dat dit al het laatste seizoen was. Nou, ik had me een seizoen vergist. Niet zo slim, maar ja, het kan gebeuren. Ik moet wel zeggen, ik begin me een beetje te ergeren aan Serena. Gewoon de hoe zij zich nu gedraagt vind ik niet echt leuk. De vader van Chuck is terug en die is weer net zo gemeen als voordat hij terug was. Dus Chuck is weer helemaal buitenspel gezet. Is best wel snel eigenlijk. Gisteravond heb ik verder nog Rex gekeken en Beter Later Dan Nooit. Wel leuk omdat ik dat dus nog niet ken dit seizoen. Dit is het seizoen met O.J. Coulson. Coulson? Hoe zeg je dat altijd? Die is dus met die mannen op reis en ja, best wel interessant. Ook omdat ze soms best wel diepgaande gesprekken hebben over hoe ze dingen hebben ervaren in hun leven. Omdat het natuurlijk allemaal op leeftijden zijn. Of leeftijd moet ik zeggen. Leeftijden klinkt geloof ik niet helemaal in deze zin. Is dat best wel leuk om te zien. Nou ja, daarna heb ik de vlog verder afgemaakt. Dus die staat ook al klaar. Die moet nog wel ingepland worden. Had ik niet zo heel veel zin meer in, want ik was ook even met de foto's bezig en met het artikel van gisteren van die Jade Roller. Dus nou ja, het is verder gewoon allemaal wel weer goed gelukt. En bij het quizje gisteravond was die man nu niet verkleed als Sinterklaas. Vond ik trouwens ook wel beter hoor. Het was ook nog best wel een jonge gozer zo te zien. Dus ja, ik vind dat toch altijd wel een dingetje hè. Als je, ik vind ook echt officieel als je de rol van de goedheilige man wilt aannemen, dat beter iemand op leeftijd kan zijn. En hij heeft dit gewoon nu gewoon, heeft hij zo'n pak aangetrokken maandag, omdat hij dus echt helemaal weg is van Sinterklaas. Daar weet hij dus alles van. Maar het was wel beter dat hij nu gewoon zijn eigen kleding aan had. Er zat wel een meidertje, een soort brosje van een meidertje zat op zijn kleding. Maar nee, dat is prima. En verder eigenlijk niet zo heel veel bijzonders. Gisteravond was verder eigenlijk best wel basic. Ik heb wel weer heel erg last van mijn ogen. Mocht je afvragen waarom heb je een trui aan? Nou, ik had het koud. Volgens mij is het ook niet eens zo heel warm hoor. Hé, het lijkt alsof er iets naar beneden valt op mijn gezicht. Ik zal eens even kijken wat de weerapp zegt. De weerapp zegt dat het 19 graden is en half bewolkt. Ja, nou ja, ik vind het nog redelijk zonnig, maar dus prima. Ik ga eventjes de woonkamer doen. Dan is dat ook klaar. Ik moet straks boodschappen doen, maar dat wordt pas na 5 uur. Dus dat wordt gewoon even een rondje snackbar. Want als ik dan thuis ben, heb ik niet meer zo zin om nog eten te maken. Dus dan kan ik dat mooi wel eventjes doen. En ik weet dus nog niet precies hoe laat, maar in ieder geval na 5. Dus het kan 5:30 zijn, kan het 5:45 zijn, kan het 5:15 zijn. Maar meestal als ik meestal ben ik toch wel zeker een 3 kwartier bezig met de boodschap. Het ligt er ook een beetje aan hoe druk het is. Want je merkt nu in de supermarkten dat het al wel weer wat drukker wordt. Althans hier. Ik weet niet hoe dat bij de andere supermarkten is natuurlijk. Misschien zijn er ook wel plaatsen waar het nog lekker rustig is. Maar het is hier vrij druk al. Dan weet ik niet hoe dat nu zit rond dit tijdstip. Maar ik ga ervan uit dat het best wel even druk zal kunnen zijn. Nou ja, genoeg gepraat. Ik ga maar eens eventjes wat doen. Want des te eerder ben ik ook weer klaar. En dan kan ik nog even verder in mijn mus. Want daar wordt wel echt tijd dat ik hier een beetje bij ga houden. Dus ik ga dat gewoon eventjes doen.
Ik ben klaar. Huis is schoon. Basje is opgeruimd. Dus we hebben nu lekker geen was meer overal. Kartjes hebben we net gegeten. Ik zal zo mijn bakjes even opruimen. En ik moet om 6 uur boodschappen doen. Dus dat wordt dan, was al als ik al eerder zei, ik haal dan even wat bij de snackbar op. Ja, vanavond kijk ik Steenrijkstraat Arm. En Obese. En je hebt ook Riz. Dus ik denk dat die nog even opnemen. Dat ik die van het weekend of zo even kijk. Want er is in het weekend ook niet heel veel op tv. Dat vind ik altijd nog wel een keer leuk om te zien. Ik moet voor de rest de review schrijven. Mijn vlog moet online. Misschien alvast een beginnetje maken met de foto's van vrijdag. Want dat is best wel veel. Maar dan moet ik even kijken hoe ver ik ga komen. Uiteraard lekker weer Gossip Girl en Rex vandaag. Dus verder niet heel spannend. Maar in ieder geval, ik ga nu nog even lekker relaxen. En dan moet ik straks even boodschap doen. Ik ben nu sowieso laat met alles. Ik zal even eten, dan kan ik douchen. En dan ben ik hopelijk op tijd klaar voor het spelletje. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Want ik ga nu verder toch niks meer doen wat interessant is. Dus ik zou bij deze zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is 16 juli. Ik ben klaargemaakt en het was nodig. Want ik had weer nachtmerries. Wil je niet weten. Ik voelde me echt weer totaal verrot, wil ik bijna zeggen, toen ik wakker werd. Ik werd al een keer heel vroeg wakker. Toen ben ik even naar het toilet geweest. En toen ben ik daarna gelukkig wel weer verder gaan slapen. Maar dan ga ik gewoon weer over in de volgende nachtmerrie. Ja joh, dat kan gewoon in mijn leven. Dus ik was niet helemaal fit toen ik wakker werd. Maar goed. Weet je, een laagje make-up, dat doet voor mij altijd wonderen. Gisteren heb ik lekker eten opgehaald. Ik moest om 6 uur dan boodschappen doen. Toen heb ik in de auto even mijn bestelling doorgebeld. Ik wilde gewoon een grote patat en 2 frikandellen. Ik doe nooit saus, dat doe ik altijd thuis. En ik had een kleine milkshake chocolade bij. Dus ik dacht, nou, als het om 7 uur klaar staat, weet je, kom ik het ophalen. Moet ik even op mijn gemakje de boodschappen doen. Dat vind ik altijd wel belangrijk. Het viel me mee. Bij de Plus was het heel rustig. Bij de Lidl was het heel rustig. Het leuke was, ik vertelde jullie van de week dat ik nog niks had voor die kleine van Nathalie. Die trouwens nog niet geboren is hoor. Sorry voor mijn tranenoog, mocht het je opvallen. Maar ik voelde me daar toch een beetje vervelend door. Want ik denk, ja, stel je voor, het komt eerdaags en we moeten erheen. Ik weet niet hoe dat gaat hoor. Ik weet niet wanneer we dan zullen gaan. Of het dezelfde dag al is. Het ligt er ook even aan hoe ze zich voelt natuurlijk na de bevalling. En misschien willen ze eerst eventjes een paar dagen alleen zijn met die kleine. Dat is iets wat we allemaal moeten meemaken. Maar ik had nog geen cadeautje. En ik zat daar een beetje mee. Ik had er ook al even met mijn moeder over gehad. Van hè, dat vind ik zo vervelend. Want ja, ik wil dan niet met lege handen aankomen. Mijn moeder zei ook, ja, je hebt natuurlijk ook al, dat komt wel goed. En ze snappen het ook wel als je nog niks hebt. Tuurlijk, ze begrijpen het ook. Als ik zou uitleggen van, joh, ik heb nog geen kans gehad om wat te kopen. Jullie houden het goed. Is het ook dikke prima. Maar ik wil dan toch per se wat hebben. Toen kwam ik heel toevallig bij de supermarkt. Ik ga even niet vertellen welke supermarkt. Omdat ik misschien bang ben dat hun misschien dan wel weten wat ik gekocht zou hebben. Kwam ik wat tegen voor de baby. En toen dacht ik, ja, dit ga ik kopen. Ik kan het jullie helaas niet laten zien. Want ik weet niet als deze vlog online komt of dat de baby er al is. Ik weet ook niet of Nathalie op dit moment mijn vlogs kijkt. Maar stel je voor ze zou kijken, vind ik het jammer als ze het al zou zien. Zodra de baby geboren is en ik weet dat we die kant op gaan en ik ga het inpakken, ga ik het jullie uiteraard laten zien wat ik heb gekocht. Ik vind het zelf heel erg leuk. Ik denk dat hun het ook heel leuk vinden. Dus dat was eigenlijk een meevaller. Ik moet zeggen, bij de Boni was het wel best wel druk. Ik had bij de Boni, hadden ze weer, ze hadden van die euroweken. Bij de Boni hebben ze heel vaak euroweken. Ik weet niet of je, als je nooit bij Boni komt, snap ik dat je dat niet weet. Maar dan hebben ze heel vaak dingen voor een euro. Ze hadden nu de Glorix. Is dat Glorix? Ja, volgens mij wel. En de Andi, weet je wel, alles reiniger, chloor. Alles allemaal voor een euro. En 3 van die flesjes gazeuzen, wat ik heel lekker vond voor een euro. En de aardappelschijfjes die ik dus altijd gebruik van Alico, die waren een euro. Dus ik heb gelijk 4 zakken ingeslagen, want het scheelt me gewoon heel veel geld. Daar was het dan wel weer wat drukker. Nou, toen hebben we eventjes het eten opgehaald. En toen was ik thuis, rond 7:10. Toen heb ik mijn eten opgegeten. Toen was ik rond 7:45 klaar. Ik ben iemand die best wel traag eet, moet ik zeggen. Ik ben iemand die echt geniet van mijn eten. En ook gewoon even de tijd ervoor wil nemen. Omdat ik het gewoon prettig vind om op mijn gemakje te eten. Dus dat had ik gedaan. Toen ben ik eventjes gaan douchen. En toen heb ik de vaat laten staan. Dat is normaal iets wat ik niet zou doen.
Ik moet zeggen, de vaat is een van de klusjes die ik haat. Kan ik gewoon zeggen. Ik vind de dingetjes in huis schoonmaken vind ik niet erg. Maar de vaat, dat is niet mijn ding. Ik ben altijd na het eten, dan sijpelt de energie uit mijn weg. En dan denk ik, oh ja, die vaat. Godverdomme. Maar goed, ik heb het dus gewoon even laten staan. Ik dacht, laat de boel gewoon eventjes. Het was maar één bordje en een paar glazen. Dus ik dacht, ja, hebben we het ook over. Morgen weer een dag. Ik moet wel zeggen, ik heb één keer een huisje gehad waarin een vaatwasser zat. Ik heb de luxe ervaren van een vaatwasser. En ik moet wel zeggen, daar word je wel lui van. Als je gewoon, hè, als die vaat voor je gedaan wordt, dan vond ik het uitruimen ook weer minder leuk hoor. Daar ben ik ook heel eerlijk in. Maar dat is hetzelfde met de was. Weet je, dat in de machine stoppen en de was is prima. Maar de ophangen, daar heb ik zo'n hekel aan. Dat opruimen eigenlijk ook. Nou ja, goed. Ik ga eerst even mijn neus snuiten en dan komen we bij jullie terug. Daar was ik weer. Nou weet ik ook wel dat er vaatwassertjes zijn voor eenpersoonshuishoudens. Die zijn heel klein, die kun je dan op je aanrecht zetten. Nou ten eerste, ze zijn best wel duur. En ten tweede, ik zou niet weten waar ik zo'n ding kwijt moet. En ik denk ook wel dat het meer water kost. En de stroom komt er natuurlijk bij. Dan dat ik gewoon de afwas doe. Dus daar hou ik ook wel rekening mee. In dit huis heb ik geen plek voor een vaatwasser. Zou ik ooit verhuizen en ik zou een groter huis krijgen met een grotere keuken, is het wel iets wat ik zou overwegen om eventueel toch een vaatwasser te nemen. Maar dan denk ik dat ik gewoon een normaal formaat neem. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of jullie misschien de luxe hebben van een vaatwasser. Of dat je ook gewoon moet afwassen net als ik. Ik weet bijvoorbeeld Nathalie en Frank, die hebben een vaatwasser. En die wassen op het moment alles gewoon zelf af. Omdat ze toch wel hadden van ja, bepaalde dingen kunnen er al niet in. Zoals je pannen, hè, die moet je al met de hand doen. En dan hadden ze eigenlijk zoiets, ja weet je, hun hebben eigenlijk maar ja, een bord extra omdat ze met tweeën zijn. Maar goed, weet je, als ze gewoon hetzelfde eten, heb je eigenlijk misschien net zoveel vaat als dat ik heb. Alleen een bordje extra. Mijn moeder heeft wel een vaatwasser. Mijn oma heeft ook een vaatwasser. Maar die hadden wel beide al een vaatwasser. Toen ze nog niet alleen woonden. Mijn oma had dan een vaatwasser met mijn opa samen. Ja, en als je denk ik op leeftijd bent, is een vaatwasser ook wel prettig. En mijn moeder die had een vaatwasser. Toen woonde Nathalie nog thuis. En dan is het ook wel ideaal. Ja, en nu is het gewoon lekker dat ze hem kan inruimen. Maar ja, ik blijf gewoon met de hand afwassen. Tot er eventueel ooit een huis komt waar ik misschien een vaatwasser in kwijt zou kunnen. Maar goed, dat is iets voor de langere termijn. Daar hoef ik me nu nog niet druk over te maken. Maar dat geeft ook niet. Dus vandaar dat ik de vaat een keer had laten staan. Gisteravond heb ik Steenrijkstraat Arm gekeken. Wat ik wel heel opvallend vind, is dat als het arme gezin ook kinderen heeft, en dat is 9 van de 10 keer zo, dan hopen die kinderen altijd op zwembad. En dat vind ik best wel grappig, want dat ze dan toch denken, ja maar rijke mensen hebben een zwembad. En niet alle mensen die meedoen aan dat programma, die tot de rijken behoren, hebben een zwembad. Het was nu vorige week toevallig dat ze een zwembad hadden en deze week ook. Een paar weken terug was er ook een zwembad, dus dan hadden ze echt geluk. Maar het is natuurlijk niet standaard. Dus het is wel grappig hoe kinderen kunnen denken. Daarna heb ik OB's gekeken. Ik heb Gossip Girl gekeken en ik heb Rex gewoon gekeken. Ik heb de vlog ingepland. Die is online gekomen. Ik heb mijn artikel geschreven. Ik heb nog wat foto's alvast voor het artikel van vrijdag bewerkt. Dat is weer best wel een groot artikel. Maar voor de rest was het eigenlijk gewoon een heerlijke basic avond. Ik kon ook echt genieten dat ik gewoon mijn eten op had. Weet je, het was zo fijn dat ik gewoon gisteren niet toen ik thuis kwam nog weer zelf eten moest gaan staan maken. Dat het gewoon eigenlijk gewoon even een keer makkelijk was. En ik heb ervan genoten. Want het was heel lang geleden dat ik daar mijn eten vandaan had. Ze zijn een hele tijd dicht geweest met corona. En ik kan natuurlijk zelf mijn eten niet halen. Dus dit was nu wel een hele fijne oplossing. Dus daar heb ik van genoten. Het was een heerlijke avond. Nu ga ik zo even stofzuigen en ik ga eventjes de keuken schoonmaken, want het is eigenlijk best wel even nodig. Het is best wel een tijd geleden. Het is niet allemaal heel schoon meer. Dus ja, ik kan jullie nog even een deel van de boodschappen laten zien die ik heb gedaan, want ik heb nog een deel in de tas zitten, die moet ook naar boven. En ja, de rest heb ik allemaal opgeruimd in de vriezer en in de koelkast. Maar dat kan ik wel eventjes doen en dan ga ik eventjes wat doen. Ik kan jullie daar wel even bij zitten bij de keuken. Want ja, het is nou niet dat ik er heel veel zin in heb, maar het moet gewoon even gebeuren. Het is gewoon even prettig. Maar ik zal jullie even de boodschappen laten zien. De boodschapjes. Ik heb allereerst weer even toiletpapier gekocht. Het is iets waar ik niet zonder wil en ook niet zonder
keukenrol. Ik gebruik keukenrol heel vaak als de katten bijvoorbeeld hebben gespuugd om het op te ruimen. Maar ook tegenwoordig om mijn pannen uit te drogen, mijn kookpannen. Want ik merk gewoon dat het beter gaat als dat ik het met de theedoek doe. Dan heb ik ook weer even het kattenvoer gehaald. Ik heb dit kattenvoer nu en het bevalt heel goed. Muis eet hier ook sneller van. Dus dat gaat heel goed. Nou, dan heb ik eventjes Andy. En ik heb nu een keertje de Lotus en Acacia. Dit is een nieuw Powered by Nature. Dit is met een frisse geur en het is paars. Dus ik vond de kleur gewoon leuk. De Glorix. Ja, ik had natuurlijk laatst bij de Aldi Glor gekocht. Is ook prima, maar ik kwam nu deze tegen. Ik dacht, het is een megapak voor een eurotje. Dik prima. Dan heb ik een pak suiker gekocht. Mijn suiker, ik heb altijd in mijn koffie gebruik ik altijd suiker, dus daar kan ik niet zonder. Ik heb weer eventjes zo'n fles met limonadesiroop, die moet er even in, limonadesiroop gehaald. Want die drink ik echt heel veel en hij is zo lekker, dus die is ook weer meegekomen. 3 flesjes van die gazeuze, wat ik vertelde, ik neem altijd wel de frambozengeur. Geur, smaak, niet doen tijgertje. Want ik vind champagnepils vind ik niet lekker, maar deze vind ik wel lekker. Dan heb ik gewoon weer eventjes een pak chocomel. Ik heb een shootje. En ze hadden niet de goedkope variant. Dus ik heb nu maar gewoon eentje van Maggi gedaan. Die is ook wel heel lekker. Dan heb ik nog 2 keer bolletjes. En ik kwam dit shirtje tegen. Dit vond ik gewoon grappig. Weet je, het is al gewoon lekker om in te slapen. En er staat dan Lidl op. Dus die vond ik wel heel grappig in een nestje voor dames. En ja, weet je, alleen maar om in te slapen eventueel. Maar gewoon ook aan te trekken en boontjes. Dus dat was het wat hier nog in zit. Ik ga dit even naar boven doen. Dan ga ik een beetje opruimen. En dan ga ik eventjes hier in de keuken doen. Dan zal ik jullie even bijzetten. Dus dat ga ik maar eens eventjes doen. Mijn keukentje is helemaal schoon. Lekker. De waterkoker die is nu aan het koken, want ik heb hem ontkalkt. Alle apparaten zijn lekker schoon. Er draait een wasje. Ik zie hier trouwens nog wat haren, die moeten even weg. Maar het is verder allemaal vloer. Alles is schoon. Dus ik ben een blij mens, kan ik zo zeggen. Zo, de vriendjes van het goede leven hebben net gegeten. Was wel heel schattig, want Mickey heet het altijd als eerste eigenlijk op. En dan gaat ze altijd een beetje bij muis dralen, zeg maar. En dan ga ik er altijd even bij zitten, zodat Mickey niet het eten van muis kan pakken. Maar muis die was gewoon haar bakje nog aan het uitlikken van dat sap. En toen kwam Mickey en toen ging ze Mickey zo over de koppie wassen. Echt super lief. Maar ze hebben weer lekker gegeten. Ik ben blij met mijn schone keuken, moet ik wel zeggen. Ik heb die waterkoker, ik had even internet opgezocht, je kon citroensap gebruiken of azijn. Dus ik heb azijn gebruikt. Hij ruikt nog wel heel erg naar azijn. Ik heb hem wel nog een keer nagekookt met schoon water en daarna ook weer goed uitgespoeld. Maar ik zal eens even mijn moeder vragen of dat het kwaad kan. Ik heb hem vandaag niet nodig, maar als ik morgen de waterkoker wil gebruiken, dan is het wel prettig om te weten dat het water niet naar azijn smaakt. Dus dan moet ik eventjes vragen, want daar werd ik op internet niet echt wijs uit. Ja, het is fijn dat het gewoon weer even schoon is. Het was ook echt wel weer een tijdje geleden. Mijn tegeltjes neem ik elke keer wel mee, ook met de keuken schoonmaken naar de afwas. Maar nu gewoon even grondig gedaan, ook even die plaat van zijn plek. Dus dat is allemaal wel fijn.
Ik ga nu zo nog even lekker relaxen. Straks douchen en dan eten. En dan vanavond kijk ik Gestalkt en Meester Frank Visser. En ik ga ondertussen mijn foto's bewerken. Voor de rest heb ik Gossip Girl. En ik heb vanavond weer Zuidas. Dus daar ben ik ook wel benieuwd naar. Lekker weer een basic avondje. Gewoon lekker rustig aan. Ik vind dat toch het lekkerste. Dat soort avonden. Misschien zijn mijn dagen wel heel erg hetzelfde. Maar ik vind dat ook wel lekker, die structuur. Want ik vind die prikkels vaak, zoals met boodschappen doen of zo, vind ik, dan heb ik ook, zoals gisteren, dan heb ik boodschappen gedaan, want dan krijg ik heel veel prikkels. En dan vind ik het later heel fijn om dan gewoon heel rustig op de bank te zitten. En nu heb ik niet echt prikkels gehad vandaag, omdat ik gewoon thuis was met de katjes en zo. Maar het kost me allemaal wel energie om dingen te doen, merk ik. En dat merk ik nu ook wel. Dus ik ga lekker relaxen. Ik zie jullie in ieder geval dan gewoon morgen weer. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is 17 juli. Ik ben klaargemaakt. Ik heb weer wat nieuwe make-up getest. Onder andere een nieuwe oogschaduwpaletten. Een nieuwe bronzer. En een nieuwe lipgloss. Dat zit er allemaal weer op. Ik heb vandaag eigenlijk niet zo heel veel op de planning. Ik wil even wat van de boodschappen weer opruimen. En een beetje uitzoeken of er dingen zijn die over de datum zijn. Die doe ik dan gelijk weg. En daarna gewoon bullet journalen. Dus dat is eigenlijk voor nu de planning. Gisteravond heb ik gekeken naar Gestalkt. Het was nu de laatste uitzending. Ze gaan volgende week iets uitzenden met Nicole Boeg. Die gaat de buitenlandse gevangenissen in. En ik heb al haar programma's ook gezien. Ook van haar toen haar man nog leefde, die het toen deed. Toen gingen ze vooral naar Nederlandse gevangenissen toe. En nu gaat zij dus naar buitenlandse gevangenissen. Maar zij gaat dus nu voor SBS 6 werken. Hiervoor was het op RTL 4, maar zij gaat nu voor SBS 6. Vermoeden had ik al een beetje, want ze zit de laatste tijd ook vaak bij Shownieuws. Dus dat lijkt me wel heel interessant. Daarna heb ik Meester Frank Visser gekeken. Ik heb natuurlijk Gossip Girl gekeken en ik heb Zuidas gekeken. Nou, dat had een wending. Die vrouw die gaat ineens hartstikke vreemd. Dus ik ben heel benieuwd naar de aflevering van vanavond. Ik heb de foto's bewerkt. Ik heb zelfs zo'n klein beginnetje gemaakt met mijn blogpost. Omdat die best wel lang is. Dus dat heb ik eigenlijk allemaal gedaan. Dus niet een hele bijzondere avond, maar gewoon lekker. Ik wil zometeen even een wasje aanzetten. Want ik heb best wel weer een volle wasmand. Ja, het zal niemand verbazen van mij. Want ik heb altijd een volle wasmand. Dus die ga ik eventjes aanzetten. En dan ga ik eventjes naar boven tuigen om het op te ruimen. En zo zijn natuurlijk even stofzuigen. Dat vergeet ik vaak te melden omdat het voor mij zo'n standaard ding is. Ik heb een vlieg in huis. Nee hè. Oh, daarom ben jij zo wild, tijgertje. Want je zit achter die vlieg aan, denk ik. Nou ja, goed. Dus dat ga ik eventjes doen. En dan zet ik jullie bij het bulletje er wel bij. Maar boven heeft het toch geen zin. Dus ik ga even wat opruimen, wasje aanzetten. Vanavond even de nagellak verwijderen, want die ziet er niet meer uit. Kijk, ik heb hier vooral hele lelijke plekken. En deze hand ziet er ook niet echt mooi meer uit, dus dan haal ik het er gewoon af. Op mijn tenen is de lak nu ook niet mooi meer. Ik heb gisteren mijn teen gestampt. Ik zal eens even kijken of die blauw is. Nee, ik heb geluk. Ik trok de vriezer open en mijn voetje stond blijkbaar niet ver genoeg van de vriezer vandaan. Dus die deur die klapte tegen mijn teen aan. Nou, de tranen sprongen in mijn ogen. De laatste tijd ben ik sowieso een beetje stoterig. Mijn tenen zijn de laatste tijd vaak te pineut. Of het is tegen de tafel of tegen het bed. En dat doet ze al gigantisch zeer. Maar daardoor is de lak dus ook al een beetje beschadigd. En ik heb van de week even mijn teennagels geknipt. Want die waren zo weer onwijs lang. Ik zat me eraan te irriteren in mijn sokken en zo. Dus die had ik geknipt en dan ja, wordt het natuurlijk ook niet echt mooi van. Dus dat ja, moet er ook gewoon af. Maar dat doe ik denk morgen, want dan gaat er gelijk weer een nieuw lakje over. Ik vind mijn teennagels zo lelijk zonder lak. Dat komt. Ik heb wat van die, ja, hoe noem je dat, van die witte plekken erin. Beetje kalk. Kalknagel volgens mij. Dus ik heb er wat witte plekken in. Ik heb een tijd heb ik echt zo'n kalkpen gebruikt. En dat werkte ook wel. Maar zodra je daarmee stopt, komen die kalkplekken dus weer terug. Dus het is echt een tijdelijke oplossing. En sindsdien heb ik zoiets. Ik gooi er gewoon een kleurtje overheen. Ik ben sowieso iemand die ook de teennagels meeneemt. Dus ja, weet je, dan zie je het ook niet. En eigenlijk, ik ben de enige die mijn teennagels ziet. Ja, tenzij ik zandaaltjes aan doe.
Met bijvoorbeeld boodschappen doen, zien anderen je teennagels, maar ik weet niet of anderen erop letten. Maar ja, weet je, ik vind het gewoon niet zo'n fris aangezicht voor mezelf. Dus dat was het eigenlijk. Ik ga de stofzuiger pakken, ik ga de was aanzetten en dan daag ik maar even naar boven om dat te gaan doen. Misschien hoor je het op de achtergrond, mijn was die draait. Ik film even met de telefoon, mijn camera was leeg en daar was ik al een beetje bang voor. Maar ik had gisteren gecheckt, toen had hij nog 3 batterijstreepjes en nu vlot die dus toch uit, helaas. Ja, op zich wel even fijn bezig geweest, boven wel wat opgeruimd, maar het is nog niet perfect. Ik moet echt even de vibe vinden om dat te gaan doen. Maar voor de rest, ja, het was eigenlijk gewoon wel lekker relaxed. Dat is op zich ook wel lekker. Vanavond kijk ik het perfecte plaatje, die had ik opgenomen. En dan kijk ik daarna nog een stukje van We Want More. En ik denk komt een man bij de dokter. En uiteraard heb ik Gossip Girl en dan vanavond weer Zuidas. Ik moet eventjes de video ondertussen editen voor morgen. En ik moet het artikel online zetten. Dus ja, eigenlijk is mijn avond gewoon wederom hetzelfde als elke andere avond. Maar ja, ik vind het prima. Ik ga zo even lekker relaxen en dan straks eten en douchen. En dan kan ik ook de bank op. Straks dus eerst die nagellak eraf halen die zo lelijk is. Het irriteert me een beetje. En dan ga ik jullie ook gewoon morgen weer zien. Ik ga zo de camera even op de oplader leggen. En dan zie ik jullie gewoon morgen weer. En dan ja, hopelijk wat meer vlogbeelden. Het was vandaag een beetje saai. Maar ja, ik had ook niet zo heel veel wat ik kon doen waarvan ik kon zeggen, ja, ik zit jullie er even bij of zo. Maar goed, morgen weer een nieuwe dag. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is vandaag 18 juli. Ik ben klaargemaakt en ik ga straks even de kwasten wassen. Het is wel even fijn en gewoon even bullet journalen. En ik heb het koud. Hij gaf volgens mij 24 graden aan. Nou, ik weet niet of dat wat is hoor, want ik heb het echt onwijs koud. Ik heb wel gisteravond de nagellak eraf gehaald. Mijn nagels zijn in hele slechte conditie op het moment. Ja, dat voelt schattig als jij snuffelt. Gisteravond heb ik de video in elkaar gezet. Ik heb even het perfecte plaatje gekeken. Wel jammer, Roel van Velsen moest er nu uit. Maar ze had ook best wel een moeilijke opdracht. Ze moesten in de natuur een foto maken van landschap. Ze kregen zeg maar een busje mee en dan moesten ze zelf op zoek gaan naar een mooie plek. En ze hadden een opdracht voor een band, die moesten ze fotograferen en dat was ook best wel lastig. Dus ja, al met al was het niet een hele makkelijke opdracht. Maar ja, je gaat nou ook richting, het is nu de halve finale volgende week. Dus op zich is het logisch dat het steeds moeilijker wordt natuurlijk. Maar goed, dat heb ik gekeken. Ik heb even, komt een man bij de dokter gekeken en een klein stukje van We Want More. Maar ik heb ondertussen de video geëdit. Ik heb mijn artikel geschreven, dus eigenlijk gewoon basic. En later heb ik een Gossip Girl gekeken en Zuidas. Was ook wel weer spannend, dus nou ja. Lekker basic, maar was wel fijn. Voor de rest heb ik eigenlijk weinig nieuws te vermelden. Er is nog geen baby. Dus het is gewoon afwachten. Dus ja, ik denk dat ik zo even ga stofzuigen. Ik zal ook eventjes de kattenbak eventjes uitscheppen. Even al jullie viezigheidjes eruit, hè?
Kijk eens. Je kijkt naar mij, hè? Ik vind Muis echt ook zo schattig. Ik vind ze alle drie schattig, maar Muis die heeft van die leuke plukjes op de oren. Mag ik je plukje aanraken? Nee, hè? En Muis is gewoon de makkelijkste van de drie. Die maakt het ook niet uit, al ben je eventjes weg. En de andere twee vinden dat toch wel lastig. En er loopt er weer eentje boven. En Tijgertje zit daar voor het raam. Tijgertje heeft wilde haren. Kijk die haartjes. Ze heeft geslapen. Kijk hoe... Eventjes een beetje... Ja, even recht doen. Je bent heel verwilderd. Ja, ga maar weer krabben. Dus ik ga eventjes die dingetjes doen. En dan zal ik jullie bij het kastenwassen er eventjes bij zitten. Wel fijn dat ik die weer even ga doen. Want die zien eruit. Die zijn zo vies. En dan kan ik dan wel even van genieten van schone kwasten. Dus ik ga dat eventjes doen. Zo, de katjes hebben hun eten weer op. Ik heb zelfs nog even alvast de video opgenomen voor volgende week. Want ik wist even al niet hoe ik het moest gaan bolwerken. Omdat aankomende week iets anders is dan normaal. Dat komt omdat ik nu op dinsdag boodschappen moet doen. En ja, je moet, weet je, je weet ook niet wanneer de baby komt. En ja, misschien moeten we er dan heen. En dan ja, zag ik even geen mogelijkheid wanneer ik dan mijn video moest opnemen. Ik denk wel dat het in de avond zal zijn als we al moeten gaan, als ze al komt. Maar ja, ik wist het gewoon even allemaal niet hoe ik het moest doen. Dus ik heb dat toch nog even gedaan. Toen heb ik daarna de kwast dus gewoon gemaakt en nog even geknutseld. En nu ga ik zo even lekker relaxen. Vanavond kijk ik Oh Wat Een Jaar en ik denk gewoon een stukje Grease. Want volgens mij heb je niet zo heel veel. Ik zal eens even de tv iets raadplegen. Wat heb je eigenlijk vanavond? Ik denk weinig. TV-gids. Nee, eigenlijk heel weinig. Niet echt iets wat heel leuk is. Nou ja, dat is dan misschien een stukje Grease. Ik kijk sowieso Zuidas en Gossip Girl. En wie weet dat ik nog wat aan de vlog ga doen. Dus dan ga ik gewoon even kijken hoe ver ik... daarmee kom, maar straks even lekker douchen en eten. Ik heb onwijs last van mijn rug. Heb ik al een tijdje. In mijn nek en in mijn rug doet gewoon super zeer. Ja, het zit volgens mij ook super vast hoor. Maar goed, ja. Je kunt jezelf niet masseren. En ja, ik ben wel eens bang dat het gekraakt zou moeten worden. Maar dat vind ik ook eng. Dus ik sta in dat soort dingen dat ik dan ook niet daarvoor naar fysio ga. Ik weet, het is misschien niet zo slim, maar... Ja, ik ben er altijd een beetje bang voor. Ik weet ergens wel dat mijn houding ook niet helemaal goed is. Ik loop nooit helemaal rechtop. Maar de laatste tijd doet het wel echt goed zeer. Dus gewoon even proberen op tijd je rust te nemen.
Ik ga jullie dan in ieder geval morgen weer zien, want ik ga nu verder toch niks meer doen. Ik ga straks even de nagellak van mijn tenen eraf halen en daar alvast een nieuw kleurtje op doen. Voor de rest wordt het lekker een rustig avondje en daar heb ik wel zin in. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zondag. Het is 19 juli. En ja, ik zit even lekker op de bank. Ik ben begonnen met thuissporten. Ik merk dat ik lichamelijk niet zo lekker in mijn vel zit. En dit heeft te maken met het feit dat ik best wel veel last heb van bepaalde pijntjes. Nek, rug, mijn schouders, mijn benen. Ik merk ook dat ik eigenlijk gewoon heel weinig energie heb. Omdat ik, als ik soms van boven kom, dan ben ik al buiten adem. En ik dacht, ja, ik wil er toch eigenlijk wel een keer wat aan gaan doen. En toen ben ik me een beetje gaan verdiepen in het thuissporten. En toen kwam ik een app tegen. En die app die heet... Ik ga even voor je opzoeken. Trainingen. En die heb ik gewoon eens gedownload. En daar kun je dus workoutjes doen. En je kunt het opbouwen. Je kan beginnen met 5 minuten, 8 minuten, 10 minuten. Ik weet niet of die nog verder gaat. En ik heb vandaag daar 2 workoutjes van gedaan. Ik heb namelijk de buikspieren gedaan en de benen. Ik moet zeggen, ik voel wel pijn, maar het is geen vervelende pijn. En ik wil gewoon eens gaan kijken of ik dit volhoud. Ik weet niet of het echt wat doet. De reviews waren vrij positief. Mensen zeiden ja, het werkt echt. Ik voel me een stuk beter. En nou ja, de reviews waren in ieder geval positief. Dus ik dacht, nou ja, goed, weet je. Baat het niet, dan schaadt het niet. Kan ik het gewoon eens proberen. Dus ik ben daarmee begonnen. Of ik het vol ga houden is ook de vraag. Want ik heb eigenlijk nooit iets aan sport gedaan. Dus het is wel heel erg afwachten. Ik heb dan nu 2 workoutjes van 5 minuten gedaan. Dus in totaal was ik 10 minuutjes bezig. En dat is best wel, ja, eigenlijk op zich ook prima te doen. Ook als je bijvoorbeeld niet zo heel veel tijd hebt om te sporten. Meestal heb je toch wel 5 of 10 minuutjes een keer ergens over in je dag. Je krijgt een video en daar doen ze dan het in voor. Dan heb je, 10 sessies van 30 seconden bij de 5 minuten. En dat doe je dus 10 verschillende oefeningen van 30 seconden. Dan heb je eventjes een pauze van 3 seconden. En daarna ga je door naar de volgende oefening. Dus ja, ik ben ermee begonnen. En ik wil gewoon eens gaan kijken of dat iets voor mij is. Of het me voldoening geeft. Of ik me er misschien beter van ga voelen. Dus dat is even afwachten. Wie weet, als het me zo goed bevalt en ik hou het vol, dat ik jullie nog wel eens een keertje laat zien wat die oefeningen inhouden. Maar daar ben ik nu nog niet klaar voor, omdat ik het nu pas net ben begonnen. En het ziet er waarschijnlijk ook nog super klunzig uit, want ik ben geen prof. En ik wil eerst gewoon kijken of ik het ga volhouden. Er zitten echt heel veel verschillende oefeningen bij. Ik zal de app eens even openen. Je kunt uit verschillende oefeningen kiezen. Niet alles kan ik doen, want sommige heb je attributen bij nodig, zoals van die halters, handhalters. Wat even hoor. Ja, ik heb natuurlijk wel een gratis versie, dus er zit wel reclame in soms. Dit is hem, de Daily Workout app. Sluiten. Je kunt de buik, de armen, je kont, je cardio, de benen en een volledige doen. Zo ziet dat eruit. En ik heb dus nu de buik en de benen gedaan. Dus ik ben benieuwd of het wat voor me is. Voor de rest heb ik gisteravond een relaxavondje gehad. Ik heb gekeken naar Oh Wat Een Jaar. Was nog wel weer even leuk. En daarna heb ik Bureau Burgwallen gekeken. Dit was maandag op televisie. Ik had dit opgenomen. Ik had dit nog nooit gezien. Ik dacht, nou ja, misschien vind ik het wel leuk. Ik vond het best wel interessant. Ewout Genemans die loopt mee met de politie. En ze hadden nu poging tot inbraak, zakkenrollers, horlogedieven, ook dealers. Dus ze hadden best wel veel verschillende mensen die ze dan gingen volgen. En Ewout die mag dan meelopen en ja, je ziet soms ook wat arrestaties en zo. Dus ik vond het op zich best wel een interessant programma. Wat mij wel opviel is dat de agenten die in het programma zaten best wel grof in de mond waren. En dat vond ik best wel een beetje heftig.
teksten als ik trap je van je scooter af. Leugenachtige. Nog iets, dat weet ik niet meer. Maar dacht ik wel even bij van oeh, dat vind ik toch best wel heftige uitspraken. Ik weet niet of dat normaal is dat mensen in functie zoiets doen. Ik bedoel, als jij tegen een agent iets zou zeggen wat niet door de beugel kan, dan heb je gelijk een belediging van een ambtenaar in functie aan je broek hangen. Maar of hun dan wel zou mogen praten tegen verdachten, weet ik ook niet. Dat vond ik best wel heftig, maar ik vond het wel heel interessant. Ik ga het zeker blijven opnemen, want ik wil dit wel volgen. Dus ik vond het wel even interessant. Ik heb Gossip Girl gekeken, ik heb Zuidas gekeken. En dat was het. Ik heb al een deel van de vlog gedaan. Dus dat was ook wel fijn. En vandaag niet zo heel veel op de planning. Ik ben weer even begonnen met mijn lipstiftenlijst. Ik ben er ooit mee begonnen en ik ben er toen weer mee gestopt. En ik wil dus eigenlijk even ook die la uitzuigen van de lipstiften. En dan de lipstiften die al op de lijst staan, die zet ik er alweer terug in. En de andere heb ik even in de wasmand gelegd, zodat ik die er nog aan toe kan voegen aan die lijst. Ik heb gewoon zo'n lijst gemaakt in Word. En dan wil ik eigenlijk, als die helemaal volledig af is met de lipsticks die ik nu heb, wil ik hem uitprinten. Moet ik wel met de tijd eerst even inkt kopen. En dan heb ik ook een gedeelte waar ik zwartjes kan maken. Dus daar kan ik dus eventjes een streep zetten van de lipstift, zodat ik weet welke kleur het is. En dan wil ik dat eigenlijk gewoon een soort map gaan bijhouden. Waardoor ik dus gewoon eigenlijk, als ik even niet weet wat voor lipstick ik wil kiezen of wat voor kleur waar ik zin in heb, dat ik gewoon even zo'n zwartje kan bekijken van oh, dit vind ik wel een mooie kleur of daar heb ik vandaag zin in. Het is, het is een projectje waar ik een tijdje geleden al weer mee ben begonnen. Maar het is weer even blijven liggen. Dus dat was wel even. Daar heb ik nog even wat aan gedaan. En vandaag is het gewoon even stofzuigen. En ik ga eventjes de foto's maken. Dus verder niet heel interessant of zo. Maar een beetje basic. Ik denk ook niet echt dat er vandaag iets zal zijn waar ik weer bij zal zetten. Oh, nu voel ik mijn rug wel. Ik heb die oefeningen op mijn bed gedaan. Want ik heb geen yogamatje of zo. Want de mensen in die video die gebruiken allemaal een yogamatje. Nou, dat heb ik niet. Dus ik dacht, nou, dan is mijn bed wel gewoon een fijne optie. Want op de grond dan ga je niet voor je lol op liggen zonder bescherming. Want dat doet hartstikke zeer. En mijn bed is lekker zacht. Dus dat. Ik ga even de stofzuiger er doorheen halen. En dan ga ik zo even een neustrip op doen. Ik heb het idee dat ik wat mee-eters heb. Dat is ook alweer een tijdje geleden. Misschien straks nog even voor het douchen, maskertje en dan gewoon even lekker een relaxed dagje. Dus dat ga ik even doen. Ik zal jullie straks even laten zien wat ik ga fotograferen, maar verwacht verder niks spannends vandaag. De fotodingetjes. Ik heb net even nog aan de lipsticklijst gewerkt. Dit is er nu nog over wat allemaal op de lijst moet. En ik heb al heel veel weggewerkt. Ik ga twee oogschaduwpaletten fotograferen van Miki. Dat zijn de Iconic eyeshadow palettes in de kleuren 600. 13 Rose Storm en 621 Cloud Dancer. Dan heb ik dit nagellakje van Catrice. Deze komt uit de Cult collectie. En dit is de kleur 707 Lustrous Seduction. En een primer van Essence. Dit is de Redness Correction Plus Pore Minimizing Primer met groene klei. Dus hier ga ik even foto's van maken. En ik ga even een muziekje aanzetten en ik had net boven een spin. En dat was niet zo leuk. Ik heb wel lekker het raam open en de deur, dus het waait lekker door. Het is hier inmiddels ook alweer 23 graden. Dus ik ga maar even foto's maken. Zo, ik heb alles klaar. Foto's zijn gemaakt. Ik ben even verder gegaan met de lipsticklijst. Er is echt nu nog maar een heel klein beetje over wat er nog op moet. Dus dat is prima. Ik heb een neusstrip gebruikt. Er kwam eigenlijk helemaal geen troep af. Ik had geen mee-eten. Dat had ik wel verwacht, maar er kwam niks af. Ik moet zo wel even mijn neuspiercing in doen, want die had ik eruit gehaald. Die had ik even in de douche neergelegd, omdat ik weet dat de katten er anders misschien mee gaan spelen. En als je die kwijt bent, vind je die nerven niet meer terug. Dus ja, na de foto's ben ik verder gegaan met die lipsticklijst. Dus was verder gewoon prima. Straks lekker spareribs eten. Vanavond ga ik denk ik beginnen met Greece. En dan kijk ik wel even Flikker Maastricht op België. En vanavond heb ik weer Rex en Gossip Girl dus. En ik moet even de foto's bewerken. Dus verder niet heel bijzonder. Morgen ga ik dan aan de schoonmaak. Want dinsdag ga ik boodschappen doen. En dan even naar Action. Dus dan draai ik eventjes dat om. Dan heb ik morgen de dingen die ik normaal op dinsdag doe.
En dan dinsdag ben ik eventjes boodschappen doen en naar de Action. Dus. Maar dat vertel ik morgen wel verder. Ik denk dat ik zelf voor douche nog even een maskertje erop doe. En dan ga ik straks lekker douchen en dus eten. En verder een rustig avondje. Dus ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Want er is nu verder toch niks meer wat ik ga doen. Dan even mijn piercing erin doen en nog even relaxen. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze maandag. Het is 20 juli. Ik ben weer even klaargemaakt. En ik heb een workout gedaan. Ik voel nu wat meer de spieren die ik heb gebruikt. Dat was gisteren eigenlijk niet het geval. En nu doet het wel wat meer pijn. Is ook logisch. Want ja, ik gebruik ineens spieren die ik normaal niet echt vaak gebruik. Dus dat is dat. Ik heb ook mijn nagels gedaan. En ik vind het een heel leuk kleurtje. Ik weet niet zo goed. Ja, bruin paardachtig denk ik. En er zit een heel subtiel glittertje in. Ik weet niet op de camera. Ja, volgens mij stelt hij het wel scherp. Ik zie wel een heel klein beschadigingetje. Hier zo. Dat vind ik niet zo mooi. Dat is dan dit kleurtje die ik gisteren heb gefotografeerd. En dat is de 07 Lustrous Seduction. Ik ga wel even op plekje bijwerken, want dat. Irriteerde me, maar het is een heel klein puntje, dus ik heb nu een heel klein stukje lak op gedaan. Gisteravond, nou had ik dan de nagels gelakt. Ik heb Grease gekeken. Ik weet het, ik heb die film al zo vaak gezien. Maar ik blijf het leuk vinden. Ik weet niet, ik vind dat echt een film die blijft tijdloos. Ik blijf dat leuk vinden. Ik heb ook Flikker Maastricht gekeken. Dat was op België, was nu de laatste aflevering van seizoen 12. Ja, het vond ik wel weer eens even leuk om terug te zien. Ja, je gaat nu toch dingen opzoeken omdat er niet zo heel veel is. Ik heb mijn foto's bewerkt. En ik heb gewoon Rex gekeken en Gossip Girl. Dus dat was een lekker relaxed avondje. Ik had die spare ribs en dat was wel heel lekker hoor. Want ik had ze echt al heel lang niet meer gegeten. En dan is het ook wel weer extra lekker. Eén nadeel vind ik altijd, ik krijg er heel erg veel dorst van. Dus ik heb dan altijd, ik heb altijd flesjes, ja, ik noem het altijd Spa Rood. Maar het is gewoon van het eigen merk van de Lidl, zeg maar. Water met een bubbeltje. In België zeggen ze dat zo mooi. Bruisend water. Dus die had ik echt nodig. En wat ik altijd wel een nadeel vind, is dat ik dan achteraf, dan breekt het een paar keer op, die spare ribs. En dat vind ik dan minder lekker. En mijn juffrouw, tijgertje, die was een beetje vervelend tijdens de spare ribs. Oh, daar gaat dat oog weer. Het is toch verschrikkelijk. Die kwam de hele tijd bij me en ik had de spuit, de waterspuit had ik bij me staan. Ik spoot hier elke keer nat om de weg te jagen. En deerde er niks, die hele spuit niet, want ze bleef gewoon lekker komen. Dus ik was wel blij toen het op was, want ik dacht, ja weet je, dan is dat klaar. Alleen toen ging ze in die vuilnis, toen wilde ze in de vuilnisbak. Daar sprong ze gewoon op en dan gaat die vuilnisbak open, omdat je het eigenlijk gewoon push en open is, die vuilnisbak. Maar ja, de zak die zat nog niet vol. Dus ja, ik vond het een beetje zonde om die zak eruit te gooien. Hij is gewoon nog echt niet vol. Dus dat vond ik een beetje zonde. Maar goed, ik heb nu gewoon de keukendeur dicht. Ik ga zo wel even de ramen openzetten, want het is toch best wel warm. Volgens mij is hier binnen ook, auw, 23,5 graden. Oh, 23 weer. Het is zo wisselend. Vandaag op de planning staan de klusjes die ik normaal op dinsdag doe. Dat komt omdat ik morgen even naar de Action ga en ga boodschappen doen. Kom muis. Dus ik denk, ja, dan schuif ik dat naar de maandag. Want zo blijft wel mijn...
routine van elke week alles doen in stand. Dus ik ga zo weer een bak even doen. Dan ga ik de gang doen en de douche. Zal ik jullie dan wel even bijzetten. Dus ja, dat is het voor nu. Mijn horloge was leeg. Die was niet echt lekker opgeladen. Ik weet niet hoe dat komt. Ik snap het eigenlijk niet helemaal. Want hij heeft een hele dag is opgelegen. Ik had echt verwacht dat hij opgeladen zou zijn. Het voelt gelijk een beetje koud. Wat ruik jij? Maar goed, ik ga eventjes wat dingen doen. Ik ga de ramen opengooien, de kleding van de bank. En dan ga ik maar eventjes het raam beginnen. Des te eerder ben ik klaar. Ik zal kijken waar ik jullie bij kan gaan zetten. En dan ga ik eerst maar eens even wat doen. Want ja, het is wel even fijn om het weer allemaal schoon te hebben. Zo, de camera was leeg, dus nou ja, ik heb jullie een klein beetje erbij kunnen zetten, maar niet dus heel lang. Ik had dus niet al in de gaten dat er alweer zo weinig batterij was. Maar alles is klaar. Ik heb zelf nog even wat doodles kunnen tekenen, dus op zich wel productief. Ik voel nu wel meer mijn lichaam, maar dat heeft natuurlijk ook te maken met sporten. En ik heb straks in het chloorplasje gestaan in de douche. Dus mijn voet ruikt nu heel lekker naar chloor. Nou, geef niet, ik ga straks toch douchen. Ik heb het wel afgenomen, maar ik voel het wel. Maar ik vind chloor wel lekker ruiken. Ik moet niezen. Ik las net eventjes ook alweer een artikel. Dat ging over... vanaf vorige week maandag zijn ze weer begonnen met het uitzenden van Gooise Vrouwen op RTL 4. Het is dan om 10:30. En nou, op zich hartstikke leuk. Maar ik heb er niet naar gekeken. Omdat ik het de laatste jaren ook al best wel vaak op RTL Lounge weer heb gezien. En ik het inmiddels wel ken. En ik kijk eigenlijk altijd rond dat tijdstip. Kijk ik Hart van Nederland. Maar mijn moedertje zei ook al. Oh, ik vind hem wel een keer leuk om terug te zien. Die had het opgenomen. Die keek het dan ook een paar keer. En nu las ik dus net dat het alweer van de buis gehaald wordt na seizoen 1. Dus tot donderdag zenden ze nog uit. En dan gaan ze weer over naar de zwakste schakel. Want... het zou weer ook te maken hebben met, er zijn een heleboel rellen rondom. Er is al een stuk uit de Gooise vrouwenfilm geknipt. En nu is het dat ze eigenlijk de oppas, dus Tippy One, niet meer van deze tijd vinden. Er wordt de laatste tijd wel echt op veel series ook zout gelegd. Ik denk juist dat het die serie is gemaakt in een tijd dat alles nog wat makkelijker was. Ik denk juist ook dat je de lol er wel van moet inzien. Ik denk als je overal heel zwaar aan tilt, dat je dan ook geen leven meer hebt. Maar goed, dat is mijn mening. Ik denk dat het voor de mensen die het wel volgden heel jammer is. Ik lees net even de reacties en die zijn ook niet positief. Die zijn allemaal heel negatief. Het gaat wel verder op Videoland. Dus heel veel mensen zeiden, ja gelukkig heb ik Videoland. Want ze gaan dus nu de zwakste schakel uitzenden. Ik ga echt niet kijken naar Bridget Maasland. Dus de reacties die waren al wel weer... volop. Dus ik ben benieuwd of dat dit nog een staartje krijgt. Ik ga er niet vanuit. Ik ga nu nog even lekker relaxen. Ik kijk vanavond Married at First Sight, The Second Chance. Ik kijk Cash or Trash. Superleuk. Ik kijk sowieso Gossip Girl en Rex. Ik ga mijn artikel schrijven. Dan neem ik weer even dat bureau Burgvallen op. Want dat vond ik wel heel erg mooi. Heb ik van de week nog wat te kijken. Want ja, je doet het nu een beetje met de programma's die er zijn. Eigenlijk als je iets extra's kunt kijken is het altijd leuk, vind ik zelf. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Ik ga eventjes de camera van het statief halen. Dan kan die straks op de oplader. En dan ja, ga ik nog even lekker relaxen en straks lekker douchen en dan even eten. En dan ga ik een lekker avondje hebben. En uiteraard heb ik weer de quiz vanavond. Ik zou bij deze zeggen, ik zie jullie morgen weer. Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is 21 juli. Ik ben klaargemaakt. En jawel, ik heb weer een keer lenzen in.
Het voelt fijn. Het is echt lang geleden dat jullie mij met lenzen hebben gezien. Het is lang geleden dat ik mezelf met lenzen heb gezien. Ik zie mezelf natuurlijk best wel regelmatig zonder bril. Want ja, dat is gewoon zo. Maar zonder bril en ook nog goed kunnen kijken, dat is heel fijn. Ik had de rechter erin en die begon te prikken. Dus toen haalde ik hem eruit. Toen legde ik hem in het water. Zat er een heel klein scheurtje in. Dus daar heb ik ook lekker een nieuwe in gedaan. En het voelt gewoon goed. Het voelt echt heel prettig. Vandaag is mijn opa jarig. Zoals je al had verwacht, misschien ga ik daar niet heen. Dat is toch wat lastiger als je zelf de deur niet uit kunt. En ook eigenlijk geen vervoer hebt. En op de scooter, al had ik de deur uitgekund. Op de scooter is dat eigenlijk niet te doen. Want dat is best wel ver. Maar ik heb een hele mooie kaart gestuurd. Dus die, daar was hij blij mee. Dus dat is fijn. En nu zit ik even met mijn muis. Ja, je vindt het ook gek zonder bril, hè? Ja, boeit het je niet. Ik ga straks boodschappen doen. En dan ga ik even naar de Action. Ik moet onder andere ook even een cadeautje halen voor Nathalie. Want zodra die bevalt en we gaan erheen, dan vind ik het wel leuk om iets te geven. Bij de supermarkt moet ik even iets voor Frank halen. Dat blijft een dingetje. Ik had ook al tegen Nathalie gezegd, joh, ik doe voor Frank gewoon dit om dit. Ja joh, prima, is hij blij mee. Weet je, het gaat hem niet meer om dat hij het leuk vindt dat je aan hem denkt. Helemaal niet dat je met cadeaus moet aankomen, maar ik vind dat toch wel leuk. Dus dat. Gisteravond weer Married at First Sight gekeken en daarna heb ik gekeken naar Castle Trash. Ik heb heel erg gelachen. Er was een mevrouw die had een map mee met pornografische afbeeldingen uit 1917. En Martien zei meteen, had ze dat in die tijd ook al? Ja, Martien, ook in die tijd werden er kinderen geboren. En blijkbaar, het waren gewoon tekeningen. Maar het zag er, ja, het echte jaren, in die, dat, ja, de 1917 stijl, zeg maar. Maar hij maakte me toch een paar opmerkingen. Normaal ziet hij wijnen. En nu was het porno. Dus ik moest daar toch wel erg om lachen. Ik heb echt heel erg om gelachen. Dus het was een leuke uitzending. Ik heb Gossip Girl gekeken, ik heb Rex gekeken en ik heb eventjes lekker de video. Kom ik al uit mijn woorden? Nee. Ik heb mijn artikel geschreven, dus het was eigenlijk een prima avond. Ik heb Bureau Burgwald opgenomen, ik denk dat ik dat vanavond even ga kijken nog. En het spelletje gekeken was best moeilijk, moet ik zeggen. Ze hadden best wel moeilijke categorieën waar die mensen veel van af wisten. Categorieën die mij ook niet aanspreken, dus dan is het uiteraard al wat moeilijker. Maar ja, goed. Het was leuk en het was een goede avond. Ik heb mijn eten lekker gemaakt. Was op zich ook prima. Alleen de broccoli was wel heel lichtjes verkleurd. Ik had hem gewoon in de koelkast, maar dat gaat echt heel hard. En dat is wel gewoon lastig, vind ik, met verse groenten. Als je daar zelf niet zo veel om geeft, dan kun je een pot kopen. Maar ik hou er gewoon niet van. Als ik groenten eet, wil ik echt verse groenten eten. Zo niet ben ik ook wel. Dus dat. Vandaag zal ik jullie dus weinig ergens bijzetten. Omdat ik straks wegga. Ik weet niet eens hoe laat we nu leven. Dat is wel een dingetje. Dat kan ik niet zo goed zien. Het is 2:50. Dat wordt niet meer de bootjes afhalen. Ik ga even stofzuigen en wat drinken. En dan doe ik dat wel even als ik terug ben. Zuigen. En dan eventjes een beetje opruimen. En dan ga ik even wat drinken nog. En dan ga ik straks die kant op. Dus ik zie jullie sowieso nog weer als ik dan terug ben. Dus eventjes wat doen. Outfit van de dag nog even. Ik heb een shirt aan van de Action. Mijn broek van de Lidl. Echt mijn all-time favorite. En mijn Bjorn Borg sneakertjes. Ik heb mijn outfit. Ik heb ook mijn workout weer gedaan. Spierpijn. Wordt alleen maar meer. Maar het geeft niet. Dan moet je gewoon doorheen. Je lichaam gaat er straks aan wennen. En dan als het goed is voel je niks meer. Ik heb stof gezogen. Ik ga nu nog even wat drinken. Het is nu 2:50, denk ik ongeveer. En om 3:00 word ik opgehaald. Dus ik ga nu niet meer aan de bonen beginnen. Nog even lekker zitten. En dan, gewoon maar even dat doen. Dus, maar ik ben wel blij met mijn outfitje. Ik vind deze broek, ik leef graag voor deze broek. Ik moet zeggen, als ik thuis ben, draag ik wel heel vaak makkelijke broeken, hoor. Die gewoon echt niet strak zitten. Die eigenlijk niet... Het flatteus, is dat, ja, flatteus, die niet het allerleukste staan misschien, maar ik kan me daar wel lekker in bewegen. Ik vind dat heerlijk met schoonmaken, dat ik niet zo'n spijkerbroekje heb hangen. Ik haat het ook om een spijkerbroek op de bank te zitten.
Doe ik nu toevallig wel, maar niet om 's avonds daarin te relaxen, zeg maar. Dus, wat drinken en dan straks die kant op. Dus, ik zou zeggen tot strakjes. Zo, ik ben weer thuis. Ik heb nu mijn bril erop, want ik had een beetje geïrriteerde ogen. Dan vind ik het ook wel weer lekker om ze erna uit te doen, omdat de irritatie niet te hoog oploopt. Ik ben goed geslaagd bij Action. Hier kun je uiteraard een shoplog van verwachten. Deze komt niet zaterdag online, maar volgende week zaterdag. Want ik heb voor aanstaande zaterdag al een video. En dan ga ik even kijken wanneer ik de shoplog op ga nemen. Misschien nog deze week, maar ik denk dat het maandag wordt. Maar ik ben goed geslaagd, dus dat was top. Ik heb de boodschappen, die kan ik hier wel even laten zien. Ja, voor de rest eigenlijk niet heel veel bijzonders. Het was gewoon, het was best wel snel. Het is nu inmiddels 6:03. Ik heb de boontjes afgehaald en dan kan ik straks even lekker douchen. En eventjes, gewoon even lekker relaxed. Ik zal even de boodschappentas halen. Maar zaten er ook wat dingen van de Action, want ik had echt een hele volle tas. En niet alles paste erin. Alles valt om. Dit gaat goed. Ik heb even bij Kruidvat haarverf gehaald. Mijn haar moet echt weer even geverfd worden, dus dat heb ik eventjes gehaald. Ik heb nog wat dingen, maar ik laat wel even een beetje... verspreid zien. Ik heb een zeef. Ik had gespaard bij de Plus. Daar kon je dus voor Joseph spullen sparen. En ik vond de zeef wel interessant uitzien. Die heb ik bij elkaar gespaard. Die had ik meegenomen. Dan heb ik, even kijken. Er zijn een paar dingen die kan ik nog niet laten zien, helaas. Houden jullie nog te goed trouwens. Ik heb eventjes slaafvinken gehaald. Bij de Lidl. Ik heb chocoladekoekjes gehaald. De spekreepjes. Ook had ik bij de Kruidvat weer eventjes de Oil & Curl gehaald voor het pluizige haar. Dit is echt een heel fijne shampoo, conditioner en haar huid heel lekker. Ik heb even frietsaus meegenomen. Ook weer eventjes bakboter. Ik heb ook even spullen voor soep meegenomen. Dus ik heb gewoon soepballetjes in blik gedaan. Ik had ook even de shampoo, want daar was nu korting op. Dus die heb ik ook meegenomen bij het Kruidvat. Tomatenspul voor de soep eventueel. Ik heb er eventjes voor de handwas wasmiddel meegebracht. Die van mij was bijna op. Dus ik heb altijd deze. Voor Frank heb ik speciaal bier. En ik vond het een beetje lastig. Dus ik heb maar Texels blond gedaan. Volgens mij vindt hij alles wel lekker. Voor als de baby komt en we erheen moeten, vond ik het leuk om Frank ook wat te geven. Maar ik had al tegen Natrie gezegd, het wordt gewoon bier. Want ik weet het echt niet voor Frank. Nou, nog een pakje slaafvinken kom ik tegen. Ik heb kattenbrokjes gehaald. Katten hebben ook net gegeven trouwens. Dan heb ik even boontjes meegebracht. Dan heb ik nog zo'n speciaal biertje. En dit is de Springtai. Ja, het zegt mij allemaal niks. Maar ik denk dat hij het wel lekker vindt. Een pakje met chocomel. Zoals elke week. En het laatste wat ik heb is zacht patat. Dus dat ga ik zo allemaal even opruimen.
Nou, katten hebben dus net lekker gegeten. Ik ga even de nagellak eraf halen en vanavond opnieuw doen. Want je ziet best wel wat beschadigingen. Dat is ook aan deze hand. En daar kan ik niet zo goed tegen. Blijf het bijwerken, maar het werkt niet zo goed. Vanavond kijk ik beter laat dan nooit. En ik denk dat ik Bureau Burgwal eventjes ga kijken. Want dat had ik gisteren opgenomen. En ik kijk sowieso Gossip Girl en Rex. En ik ga vanavond de foto's bewerken. En ik probeer ook ondertussen nog even de vlog af te maken. Maar straks eerst maar even lekker douchen en eten. Want dat vind ik altijd wel fijn. Ik ga bij deze dan ook gewoon de weekvlog afsluiten. Ja, het is allemaal een beetje afwachten. Niet heel veel spannend ook weer deze week. Ik heb jullie nog even onderweg meegenomen naar de action. Dat heb je kunnen zien. Maar de action zelf heb je niet kunnen zien. Want we waren verdwaald. Dus ik heb je een klein beetje meegenomen daarin. Ik wil je in ieder geval voor nu gewoon weer heel erg bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je het weer leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal en zou je het leuk vinden om op de hoogte te blijven van mijn video's, kun je gratis abonneren. Dit kan er op het rondje met mijn gezicht drukken en op mijn kanaal zelf. Daar kun je ook het belletje aan zetten en dan krijg je een melding zodra er een nieuwe video online komt. Vond je deze video leuk, doe dan even je duimpje omhoog en ik hoop je gewoon bij een volgende video weer te zien. Doeg!